Ja, beter, nu beter dan ooit. Welkom bij Topnames. De derde keer, Werner Vogels, dat je bij ons mag aanschrijven. Eerste keertje hier. Toen ik in Zuid-West hebben we elkaar gesproken. Wij vinden het altijd een groot feest als je er wilt en kunt zijn. Ja, we hebben veel onderwerpen, maar Roeland wilde eerst even één onderwerp aansnijden vandaag. Ja, misschien omdat dat hot is in Nederland, dan kunnen we het gelijk uit de weg hebben. NSA, Prism, Snowden-ontwikkelingen. We weten welke bedrijven allemaal betrokken zijn geweest. Althans, er is veel over geschreven. Ja. Maar Amazon wordt ook steeds genoemd. Nee, ja, maar dat is toch vreemd? Want als je kijkt naar die slide deck, Amazon en Amazon Web Services zijn compleet afwezig. Ja, dus maar, Amazon en Amazon.com, geen van onze bedrijven zijn involved met Prism. Ik heb het nog nergens in de presentaties gezien, maar de redenering is elke keer van Dropbox wordt genoemd. Nee, dat denk ik niet. Zijdelings en de draaien het. Maar goed, daar gaat het allemaal niet om. Er draaien zoveel diensten op jullie backend. Ja. Hebben jullie een relatie met NSA? Nee. Duidelijk niet. Zero. Maar één ding. Maar ik bedoel, en ik denk dat als je mijn presentaties in de afgelopen jaren een beetje gevolgd hebt, dan zie je dat we meer en meer nadruk zijn gelegd op dat de uiteindelijke bescherming in de hand moet zijn van de klant zelf. Mm-hmm. Dus we hebben heel veel technologie ontwikkeld in de afgelopen jaren, waardoor klanten hun eigen data kunnen versleutelen, waarin zij zelf de key management kunnen doen. En we hebben zelfs devices in het leven geroepen waarbij, het heet Cloud HSM, Cloud Hardware Security Module, waarbij jij jouw secure keys in de cloud kunt storen. En dat is een soort James Bond device. Ja. Op het moment dat iemand het aanraakt, destroyt het alle keys die erin zitten. Waarbij je dus kunt garanderen dat de data die jij versleuteld hebt met jouw secret keys nooit door iemand anders aangeraakt kan worden. In gewone mensentaal, als ik informatie bij jullie opsla, kan ik het zodanig versleutelen dat zelfs jullie niet weten wat er staat. En daar gaat het om. En dat is ook wat wij willen. Ja. Want wij willen dat de cloud de plaats is waar, als jij daadwerkelijk privacy en daadwerkelijk security wil, moet de cloud de plaats zijn waar je dat kunt krijgen. En waarom? Je kunt bedenken dat wij veel meer tijd, veel meer energie, veel meer expertise in encryptie, in versleuteling, in beveiliging kunnen stoppen dan ieder ander bedrijf dat ooit zou kunnen voor zichzelf. En dus cloud moet de plaats zijn waar dat kan. Maar onder controle van de klant zelf, niet door de provider zelf. En dus heel goed, dus als je Nelly Smit Koes gevolgd heb in de tijd, in de afgelopen tijd. Nee, die maakt een hele leuke opmerking. Die zegt, dus spying is waarschijnlijk het tweede, het op één na oudste beroep ter wereld. Ja? En zal nooit veranderen. En het zal nooit veranderen. Ja, dus het maakt niet uit wat voor regelgeving we in het leven gaan roepen. Het maakt niet uit wat we allemaal gaan doen. Dat soort dingen gebeuren altijd. Maar toch, aan ons als technologen om de oplossingen te vinden waardoor klanten zich daadwerkelijk kunnen beschermen onder alle omstandigheden. En dat is waar de cloud voor is. En toch, als je dan in Nederland de berichtgeving volgt, dan het simpele feit dat jullie onder de Amerikaanse wetgeving vallen. Tuurlijk. Het simpele feit dat we nu weten dat op grote schaal bedrijven zoals jullie afgetapt worden. Nee, we worden niet afgetapt. Dat weet jij 100% zeker? Nou, ik bedoel, naar mijn weten worden wij niet afgetapt. Ja. En geloof me, dat is voor ons van vrees belang. Ja, daarnaast zorgen wij dat al ons dataverkeer versleuteld is. Ja. En dat, dan kun je het aftappen, maar bedoel, dan nog. Ja. En dat zijn de moderne principes waar je achteraan moet. En als technologen moet je dit soort dingen doen. Kijk, het hele cloud gebeuren voor ons is één grote technologische oplossing. Met de allerbelangrijkste punt erin is beveiliging. Ja, en aan de ene kant is dat denial of service attacks en inbreken en weet ik veel. Maar aan de andere kant ook gewoon het aftappen van data. Het moet gewoon niet kunnen. Ja. Ja, en ik denk dat wij kunnen technologische oplossingen. En er valt nog een hele hoop te doen. Hoor, want het is niet dat encryptie, dus versleuteling, nog eens nou zo gebruikersvriendelijk is nog. Nou, maar het is best nog er valt nog een hele hoop te doen in die wereld. Maar we werken daar heel hard aan. En niet alleen wij. Ik denk dat het ook iets waar je meerdere oplossingen moet hebben van je partners en van je ecosysteem. Veel moet open source zijn, zodat je daadwerkelijk kunt inspecteren wat is het wat deze code doet. Niet alleen maar omdat bedrijf X, Y en Z zegt dit is secure, maar je moet het echt zelf kunnen inspecteren. Ik denk dat er heel trust en transparency nodig is om de trust terug te winnen. Ja. Ik denk dat wij pikken die challenge op.
Ja. En waarom? Omdat we denken dat wij zijn juist degene die onze klanten daarmee kunnen helpen. Maar in een wijze waar zij de controle hebben, niet wij als provider. Ja, nou, tot nu toe zijn jullie inderdaad niet genoemd. Heb je wel het gevoel dat jullie een beetje in de verdediging geduwd worden? Ik zie het anders. Hè. Ik bedoel, again, om Nelly Kroes aan te houden. Op een gegeven moment schreef ze een blog die zegt van, dit is een challenge. En wij zien het als een challenge. We zien het niet als ze in de verdediging drukken. Hoor. Het geeft ons de opportunity om te laten zien wat je kunt doen met technologie. Dat je daadwerkelijk bescherming voor technologie kunt creëren waarbij wij niet secretly in charge zijn en waarbij je dus niet echt weet wat er met die sleutels gebeurt. Maar waarbij jij als klant onder controle bent. Ja, maar daarvoor moet die encryptie nog wel heel veel gebruiksvriendelijker worden. Encryptie op zich niet. Het is key management, zoals het heet. Dus de sleutels die je gebruikt voor die encryptie. Moet veel gebruikersvriendelijker worden. Maar vergis niet, 5 jaar geleden hadden we een discussie of HTTPS, dus secure HTTP, niet veel te expensive was. Ja. Nu, iedere consumer service maakt gebruik van HTTPS. Dat is een discussie die we niet meer hebben. Weet je wat? Over 4-5 jaar wordt alles bij default encrypt. Ja. Het is slechts een kwestie van ons als technologen om te zorgen dat we oplossingen voor geven. Politiek gezien dat we zorgen dat mensen daar vertrouwen in hebben. Dat doe je door source open te maken, andere dingen te doen. Bruce Snyder in de Guardian geeft een heel goed verhaal erover. Het is niet dat we geen vertrouwen meer hebben in encryptie. Het is gewoon dat we moeten zeker weten dat de code die we gebruiken veilig, open en secure is. En ik denk dan, ze hebben de CIA als klant, dus het zal wel veilig zijn, die data. Dat is een ander verhaal natuurlijk. Het feit überhaupt al, je mag denken van dan je eigen datacenter, dat is nog veel meer secure. Vergis je niet, er is een rakker die loopt. Hè? Uit NSA datacenter, toch de absoluut meest beveilige datacenter ter wereld met 50.000 documenten, de meest secure documents. Ja, betekent dat als je kijkt naar de meeste inbraken, security violations, threat models, al dat soort dingen, allemaal te maken met social engineering. Niet zozeer met brute force inbraken. Wat bedoel je daarmee met social engineering? Jij krijgt een e-mail van je van het ABP, van je pensioenfonds, die zegt van er is een nieuw document voor je pensioenfonds. Ja, zeer belangrijke veranderingen. Kijk er nu gelijk naar. Je klikt op die link, zo'n evil JavaScript wordt gedownload. Voordat je het weet, is er een tunnel naar buiten. En jouw servers, die toevallig niet op hetzelfde netwerk zitten als jij, boom, infected. Ja, niet omdat er gewoon brute force door de firewall wordt heen gegaan. Nee, ik bedoel, die jongens die weten onder firewall, jongens weten onderhand wel hoe ze dat moeten beveiligen. Ja, het is allemaal via omwegen. En waar het dan dus om gaat, is dat individuele applicaties, individuele gebruikers moeten zichzelf kunnen beschermen tegen dat soort dingen die in hun omgeving gebeuren. Ja. Kijk, als firewalls de juiste beschermingsmethodiek waren, dan hadden we nou allemaal nog steeds grachten om onze huizen heen. Ja, al zijn de beveiliging dat er niemand inbraakt. Nee, iedereen moet zichzelf beschermen. En wij als cloud providers zorgen dat je de tools hebt, fijnschalige tools hebt, zodat je exact je kunt beveiligen tegen alle mogelijke threat models. En waar zit bij jullie het spanningsveld tussen wetgeving en wat jullie doen? Want je zou kunnen, wetgeving kan ook zeggen, jullie zijn degene die dat beheer doen. Hè? Dus jullie Nee. Ik denk dus, we hebben het er eerder over. Ik denk dat het maakt niet uit wat voor wetgeving er is. Natuurlijk maakt het wel uit wat voor wetgeving er is. Maar het is veel belangrijker dat de klant voelt en in controle is van het geheel. Niet de provider. Nee, want no matter, en ik vind dat wij heel goed te vertrouwen zijn. Ik denk dat we een track record hebben dat vreselijk goed is in deze. Zeker waar het gaat om bescherming van onze klanten. Niet alleen in de cloudwereld, maar ook bijvoorbeeld in de Amazon.com wereld. Je moet je niet voorstellen wat voor soort verzoeken voor informatie we krijgen van law enforcement. Wij denken dat deze man zijn vrouw vermoord heeft. Kun je kijken of hij een boek gekocht heeft over perfecte crimes? Serieus? Nou ja, dat is maar een voorbeeldje. Maar er is een hele reeks van dat soort dingen die er heel veel informatie die je hebt over je klanten, die je gewoon moet beschermen. Ja, en ieder van dat verzoeken kijken we on merit. Desnoods teken to court. Je kunt in de historie van Amazon terugvinden dat we law enforcement regelmatig voor de rechter gevraagd hebben te komen. Om inderdaad te laten zien dat zij recht hebben op deze informatie. Jij als specialist, in jouw verdere persoonlijke leven. Jij bent je bewust van alle gevaren als je nieuwe diensten aanmaakt, als je nieuwe accounts aanmaakt, et cetera.
wat doe jij als er een nieuwe dienst zich aandient? Hoe kijk jij daarnaar? Hoe begin jij? Want ik maak, iemand zegt het is een leuke dienst, maak een account aan. Nou, ik begin gewoon weer. Soms heb ik een nieuwe wachtwoord, dan heb ik toch weer een keertje een oude die ik al een keer gebruikt heb. Nou, de vraag is van waar, wat zijn de vulnerabilities? Wat is de informatie die jij achterlaat? Waar je vindt ten eerste dat die provider dat misschien, of die wel of niet te vertrouwen is, die op zich. Creditcardinformatie achterlaten is natuurlijk al een beetje meer twijfelachtig. Kun je dat doen? Maar ik bedoel, mijn creditcardmaatschappij, als er een foute, als iemand mijn creditcard zou gebruiken voor een illegale keuze, mijn creditcard, vergoed me dat gewoon. Ja. Het is een hassel. Je wil het niet. Je wil niet dat dingen overal moeten aanpassen. Maar op zich. Maar de vraag denk ik voor privacy is veel groter. Ik bedoel, we hebben altijd aan privacy gedacht als zijnde dat het één blok is. Private. Ik denk dat als ik over privacy van mijn medische gegevens nadenk, versus mijn bankgegevens, versus mijn shoppinggegevens, versus mijn social networkgegevens, versus weet ik veel, publieke informatie, Wikipedia. Er zijn een aantal andere rollen die je hebt in ieder. En in iedere kant is er een andere expectation of privacy. En dus het nadenken alsof dat, zullen we zeggen, één ding is. Één onderwerp is anders. Ik bedoel, op een shopping site weet ik dat mensen mijn browse- en koopgedrag trekken, want daarbij krijg ik betere recommendations. En op zich vind ik dat prima. Zolang ik zeker weet dat die site die gegevens niet deelt met een of andere adverteerder. Ja. Op het moment trouwens dat ze dat doen, is mijn shoppinggedrag waarschijnlijk op die site heel snel afgelopen. Ja. Social networks zijn bedoeld om te delen. En binnen de klasse waarin je dat deelt, weet je precies wat je doet. Tenminste, dat mag je hopen. Aan de andere kant, mijn medische gegevens, dat is een heel ander verhaal. Ja. Wil je waarschijnlijk uiterst onder controle zijn wie dat exact toegang toe heeft onder welke omstandigheden. Niet eens de verzekeraar, de arts, weet ik wat, de overheid, en meer van dat soort. Terwijl ook tegelijkertijd, ik misschien het idee zou kunnen hebben, dat als ik een aantal onderdelen van mijn medische gegevens geanonimiseerd doorgeef aan een centrale organisatie, ze daar research op kunnen doen die de medische wereld voortgang kan drijven die anders niet zo mogelijk zou zijn. Hè, dus er zijn verschillende rollen die je hebt in het geheel. Die is jouw rijden heel versimpeld hoor. Ik denk dat wat het mooie is, denk ik, van net zo goed als dat, ik vind dat wij als bedrijf gechallenged worden door de hele Snowden-affaire om duidelijker te zijn over wat de diensten zijn die we bieden, hoe we mensen kunnen beschermen, hoe we dat nog beter zouden kunnen doen en wij ook gechallenged worden om dat beter te doen. Ja, en hoeverre ben je daar ook afhankelijk van je klanten? Want ik krijg toch nog even... Wacht even afmaken hier. Hetzelfde geldt over privacy. Hè. Ik denk dat de hele affaire ook privacy in een heel ander daglicht zet. Laten we eens beter gaan nadenken over wat betekent dat nou eigenlijk? Wat zijn je expectations? Is de expectation dat je echt alles altijd onder controle hebt voor elk minuscuul ding? Of wat zijn de bewoordingen die we nodig hebben? Ik denk dat de jongens bij Facebook, ik vertrouw ze echt, die jongens proberen echt hun goed en best te doen. Ze hebben een aantal hiccups in het verleden gehad met het definiëren van een privacy policy die niet altijd even gelukkig waren. Ja. En dus, ik bedoel, er zit beweging in. Dit is een onderdeel van onze samenleving die gewoon heel erg in progress is. Ja. Hey, je bent om in controle te zijn. In hoeverre zijn jullie afhankelijk van je klanten? Want ik word er nog op gewezen. Amazon is nooit genoemd in geen van de presentaties die naar buiten is gekomen. Er staat wel ergens in Dropbox soon to be added to een van de diensten. Dropbox is een klant van jullie. Ja. Dus mijn documenten die ik bij Dropbox opsla, die sla ik eigenlijk bij jou op. Ja, maar Dropbox slaat die encrypted op bij ons. Ja, en in hoeverre zijn jullie eigenlijk afhankelijk van je klanten om waar te kunnen maken wat je zegt? Nou, laten we zo zeggen. Dan kun je even terugdraaien. Dus stel voor, je bent niet Dropbox. Dropbox is dan een provider naar jou toe. Natuurlijk mag je verwachten dat Dropbox de juiste dingen doet. Ja. Maar of ze dan bij ons zitten of bij iemand anders. Toevallig weet ik van de Dropbox jongens dat ze they're just as much concerned about the privacy and security of the customers als dat wij zijn. En zij versleutelen echt alles. Ja. Ja. Maar hoe gaat dat dan? Als er op het moment zijn, dat zoiets naar buiten komt, breekt dan bij jullie de pleuris uit? Ik was niet blij.
Ja. Niet zozeer dat ik niet blij was. Ten eerste, ik was net zo goed als ieder ander ter wereld verbaasd over de schaal ervan. Maar na een tijd ben ik niet meer verbaasd over de schaal. Maar het enige waar ik een beetje verbaasd over ben, is een soort naïviteit die er een beetje achter zit. Alsof de Amerikaanse spydiensten de enige rakkers zijn die dit doen. Hè. Ik bedoel, we hebben genoeg berichten, geloof ik, in de afgelopen dagen over de AfD gezien. Waarbij ik denk van, en dat is toegestaan door de regering? Dat is toegestaan bij de wet, of wel of niet. Ja. Als je kijkt naar sommige van, hè, dus als je naar de Patriot Act kijkt, daar ageert iedereen tegen. Ik kan je dezelfde dingen geven in de UK, in Frankrijk, in Duitsland, die eigenlijk veel opener zijn dan de Patriot Act. De Patriot Act heeft dan zogenaamd het Vice-akkoord. Ieder ander land heeft hele brede toestemming aan zijn diensten. En je kunt dus bedenken dat een Franse cloud net zo min vertrouwd wordt door de Duitsers als dat een ander. En het is prima. Ja? Zolang de klant in controle is met zijn versleuteling, maakt het niet uit of je de onderliggende infrastructuur kunt vertrouwen of niet. Maar ik wil even daar één vraag over stellen. Ja. Want ik snap helemaal wat je zegt. Jij zegt, wij bieden die dienst aan. En we zeggen eigenlijk, we geven daarna aan de dienst, of die Dropbox of een ander is, de mogelijkheid om te versleutelen zoals zij willen. Hè? De verantwoordelijkheid ligt bij hun. Absoluut. Tegelijkertijd is het gevolg van wat anderen doen, ligt bij jullie. Hè? Want als anderen het slecht doen, hè? Als ze slecht versleutelen, als ze het niet goed doen. Dan krijg je dat door. Wat doe je daarvoor? Dat is een goed voorbeeld. Niet zo lang geleden, waarbij iemand op een gegeven moment, S3, Simple Storage Service, een van de storage diensten die we aanbieden. Iemand had gekeken naar alle buckets, dat zijn dan de directories, de top directories in dat geheel. Je had gekeken welke publiekelijk beschikbaar waren, open waren. En het was eigenlijk een redelijk hoog nummer, ja, percentage. En dat was een actie die klanten doelbewust genomen hebben. Waarbij de rest van je zegt, maar dat is dan plotseling insecure. Nee, het is een actie die klanten zelf genomen hebben, omdat inderdaad alles wat je bij ons creëert, of het nou zo'n folder is, zo'n directory, of het nou een database is, of het nou een virtual machine is, alles is afgesloten bij default. Jij moet een bewuste keuze nemen om iets open te maken. En dat is al een hele andere fase dan toen je eigen server kocht. Want als je eigen server koopt, staat alles open. En dan moet je bewust gaan dichtzetten. Dus in dit geval, als er dan inderdaad een klant is die niet de best practices volgt en dergelijke. Ten eerste proberen we, we nemen ook de security van onze klanten natuurlijk uiterst serieus. Ik ga niet kijken van wat ze doen. Dat is een belofte die wij nakomen. Hè. We kijken niet welke data je stoort. We kijken niet wat voor processen je runt. Alleen als je ons daar toestemming voor geeft. We hebben een tool die heet Trusted Advisor. Die je aan kunt zetten en die gewoon door jouw resources heen loopt en zegt, waarom heb je dat openstaan? Dat moet je niet doen. Ja? Waarom staan die poorten open? Die directories staan open. Dit moet je daar doen. Ja, dat zijn, security is de één ding van. En de andere kant is dan ook reliability. Je kunt dit veel hoger available maken. En de andere kant trouwens is, een derde van wat hij doet is, hij vertelt je waar je te veel geld bij ons uitgeeft. Oh ja? Ja, nee. Oh ja. Dus, hoe je het goedkoper kan doen. Ja. Nee, dus als ik kijk, ik weet niet precies wat het bedrag was, maar in de afgelopen 3 maanden hebben we meer dan 300.000-400.000 recommendations uitgegeven en klanten hebben iets van $22 miljoen gespaard bij ons. Ja. Ja, we zijn een van die bedrijven die niet traditioneel uit de IT-bedrijven zijn. Je zult ook vaak genoeg van onze accountmanager een telefoontje krijgen om je te vertellen, vragen van, kunnen we daar niet wat meer geld saven voor jou? Hè? Ja. Dus origineel, een sales manager, pre-cloud, die verkocht je iets en dan had je die check gesigned en dan kon hij wegrennen. Ja. Want daarna maakte het hem eigenlijk niet meer uit van wat je met dat spul deed. Ja. In de cloudwereld geldt het eigenlijk van, wij worden eigenlijk alleen maar betaald als je het gebruikt. Ja. Een van de dingen die onze sales mensen hebben, is dat aan de ene kant worden ze beloond, commissie, door wat ze verkopen. Dus de dingen die ze helpen hun klanten te gebruiken. We hebben een nieuw beloningspatroon in werking gezet, waarbij ze ook beloond worden voor de hoeveelheid geld tussen jou 7. Serieus? Ja, ja. Dus
Als jij een klant van ons, dus je besteedt een paar miljoen per jaar bij ons. Als je dat met een miljoen naar beneden toe trekt, dan word jij als salesjongen daarvoor beloond. Dat is de enige wijze waarop je dat soort patronen in het werk kan stellen. Dus we moeten doorbreken door die oude wereld van de IT, waarbij die service providers de klant als het ware stronghold uitpersen. Hebben, ja. Uitpersen. Ja. En daarna er niks meer mee te maken willen hebben. Ja. Naar een relatie waarbij je service provider niet meer een verkooprelatie is, maar een partnerrelatie. Ja. Net zo goed als dat. Als je op Amazon shopt, dan denk je van Amazon, probeer me te helpen de allerbeste beslissing te maken. En als die beslissing is, dit moet ik niet kopen, dan willen we dat net zo graag doen. Want het is ons belang is meer om je voor de rest van je leven als klant te houden. Ja. En dan, daar hebben we veel meer aan dan die ene keuze, die ene sale te maken. Ja. Hetzelfde geldt in deze IT-wereld. Ja? Als we jou helpen minder geld bij ons te besteden, betekent dat waarschijnlijk dat zeker als je een jong bedrijf bent, dat je langer in leven kunt blijven. Dat de kans dat jij succesvol wordt op de lange termijn veel groter is. Ja. En daar gaat het om. Oké, even weg bij hoe jullie dat allemaal geregeld hebben. We hadden een half uur gewoon. Ja, nou, we gaan gewoon even door. Twee weken geleden of zo heb je een blogje geschreven of een artikeltje op de site van The Guardian. Daar waarin je eigenlijk de vier grote trends op het gebied van de cloud in jouw visie voor de komende tijd. Nou, in ieder geval, klanten doen. Jij bent Mr. Cloud, wordt altijd gezegd, dus we zijn natuurlijk heel nieuwsgierig daar. Laten we het zijn niet zozeer dingen die wij als provider doen, maar meer als je kijkt naar wat is het wat onze klanten doen op dit platform. En wat zijn nou, als je kijkt naar, er zijn veel bedrijven natuurlijk die soort of normaal IT-achtige dingen doen. Neem een bedrijf als Kempinski, groot luxury hotel chain, moved als een standaard IT. Maar als je nou kijkt naar van wat zijn nou de echt vernieuwende dingen die er gebeuren. Er zijn er een paar leuke patronen te zien. Ik denk dat er meer dan vier zijn, maar die vier die heb ik toevallig uitgepikt. Omdat ik denk dat ze wel tot verbeelding van de mensen spreekt. Hè? Dus dit soort devices in het verleden, hè? Dit is de Amazon Kindle. Lichter dan elke iPad die je maar kunt vinden. Product placement, als we dat even mogen doen. Nee, maar weet je nog, het is nog niet zo lang geleden dat je content op je device moest laden. Ja. Ja. En, films, en whatever, films, muziek. En als je hem toevallig niet bij had, dan had je geen toegang tot je content. Nou is het eigenlijk dat ik wil 's morgens op mijn treadmill kunnen stappen in mijn hotel. Me kunnen authenticeren tegen de treadmill aan. En onmiddellijk moet hij mijn muziek, mijn video's, mijn business documents, mijn kranten, subscriptions en weet ik wat hebben. Gebeurt dat bij jou in je hotel? Ik heb al de eerste treadmills gezien die dat kunnen, ja. Ja, gewoon je bent lekker aan het hardlopen op zo'n band en je hebt gewoon een kijkje, dan lees je, weet ik wat, dan lees je de New York Times gewoon terwijl je dat aan het doen bent. Maar het is mijn subscription van de New York Times op dat moment. Het is niet iets wat ik gedaan heb, het is niet iets wat gedownload is op de treadmill. Ja. Hetzelfde geldt voor je muziek. Hè? Dus, bedoel, hoe vaak stap jij nog niet in je auto dat je iPad moet connecten, weet ik wat. Dat is toch nonsens. Je moet toch gewoon je radio aan kunnen zetten, opendraaien. Je zet hem op Amazon Cloud Player en je hebt al je muziek. Ja, dus de content. Dat doen we dus al met content met follows Ford, you wherever Ford, you go. Met Ford en met BMW en al die andere dingen hebben we al dat soort dingen zijn al in het werk. Dus je content volgt je waar je ook mee bent. Wij zijn er misschien extreme voorbeelden, maar we verwisselen nog wel eens van device, niet waar? En dus tegelijkertijd, moet je openen. Het geeft je een window op de wereld die er is. Ja. In het verleden hebben we het al eens over gehad. Ook het originele idee met de Kindle. Ik bedoel, lig op mijn bank te lezen, stap in mijn auto. En de auto komt in met voorlezen van waar ik gebleven was. Ja. Ja, en dan kom ik bij de winkel aan. Ik sta in de rij van de winkel, sta in de checkout. Vooral bij Albert Heijn wil dat nog wel eens even duren. En dan ga je je boek verder lezen op je phone. En het is gewoon, het is niet alleen dat de content beschikbaar is, maar ook de real-time locatie van waar de content is. Oké, dat was de eerste trend die je noemde. De tweede was, die vond ik wat lastiger al voor de gewone mensen, zoals ik, te ontcijferen. Je zei, cloud-based analytics enhances the offline world. Ja, dus als je kijkt naar
Nee, we krijgen een wereld, voor ons is een wereld die ontstaat waarbij sommige mensen noemen het Internet of Things. Ik denk dat dat wat breder is dan dat. Waarbij heel veel sensoren, heel veel apparaten netwerkt en enabled worden. Dus een netwerkconnectie kunnen maken. En die dan data genereren die naar één plek terug gaat. In dit geval is de cloud. Waarbij dan in real time analyse plaatsvindt erop. Een leuk bedrijfje wat ik tegenkwam. Is een bedrijf dat heette deconstruction.com. Blijkbaar in de hele wereld van construction, dus de bouwplaatsen, in de bouw, is er ten eerste geluidsoverlast. Schijnt een gigantisch probleem te zijn. Nou, dat weet ik al 3 jaar, ja. Ik zie er 3 jaar in het pand waaromheen gebouwd wordt. Oké, ja. Aan de andere kant is blijkbaar het storten van beton bijvoorbeeld heel erg afhankelijk van temperatuur, vochtigheidsgraad, weet ik wat allemaal. En het wil nog wel eens voorkomen dat een contractor daadwerkelijk stort zonder dat de temperatuur juist is. Dus deze jongens die hebben bijvoorbeeld een hele serie kleine sensors gebouwd. Daar zet je er dan 10 of 20 of 100 door je hele bouwplaats heen. Die informatie vloeit in real time de cloud in. De analyse wordt gedaan en de lokale manager van de bouwsite die heeft een real time view op al die dingen. Is er te veel overlast? Is er te veel geluid? Kunnen we daar gaan storten? Anders dingen. Bestond gewoon niet. Hè, en als je nou kijkt naar, een bedrijfje als Dropcam. Kennen jullie die? Ja. Ja, Dropcam genereert meer video per dag dan YouTube. Ja. Ja, dat zijn wifi-cameraatjes. Kleine wifi-cameraatjes die overal kunnen neerzetten. En wat doen zij als... Ja. Ja, maar ze bieden een analyse-service ernaast. Ja. De analyse-service is van... dit is de ingang naar mijn kantoor. Het is na 5 uur. Er mag niemand langs open meer. Ja, je noemt als voorbeeld ook andere dingen. Zoals de Nest, thermostaten, dus hier, maar ook hier, in Nederland bijvoorbeeld. Essent is een ander bedrijf. Dat inderdaad echt bezig is met hele smart applications te bouwen. Die de device wereld, de daadwerkelijke wereld enhancen. En het is dus dat aan de achterkant je gigantische data-analyse kunt doen in real time om klanten te helpen. Maar ook bedrijven als Shell. Shell heeft heeft nieuwe sensors gebouwd. Die droppen ze in een oil well en die genereert meer dan een petabyte of data. Ja, en ze hebben 10.000 van die oil wells. Maar wat voor data gaat het dan over? Nou, het gaat dan om inderdaad environmental data. Echt de data waar zij naar op zoek zijn. Ja. En ze hebben er 10.000 van. Ja. Dus je kunt bedenken dat die informatie die eruit komt... Het is een hele interessante wereld om te kijken van... Wordt wel de industrial cloud genoemd. Hè? Industrial cloud is meer dingen die wij bijvoorbeeld doen met bedrijven als General Electric. Ja. Die bouwen van die hele grote gascentrifuges, hele grote generators, gas turbines. En in het verleden moest je maar een beetje gokken wanneer je de onderhoud aan deed. Nu plaats je er heel veel sensors in. Die data vloeit terug naar de cloud toe in real time. Again, analyse ervan. Krijgen de eigenaren van dat soort dingen informatie erover. Tata Motors, ander goed verhaal. India's bedrijf. Die plaatst al dat soort sensoren in zijn trucks. Die hebben 200.000 trucks over de weg in India. En hun grootste probleem is dat die trucks die breken, die gaan kapot. Ja. Ja? Nou, als je nou preventive maintenance kunt doen op al die trucks, als je dus ze hebben een vrij hoog percentage uitval, dat zegt 10%. Als je dat terug kunt brengen met 5%, 2%, dat zijn gigantische cost savings en reliability improvements die je kunt doen. Maar wij doen hetzelfde. Hè? Dus kijk je naar, je kent het waarschijnlijk bedrijf Waze. Ja, Waze is gekocht door Google. Die deden dan... Zeg maar de TomTom, maar dan social, zeg maar. TomTom Social. Maar een ander bedrijf heet MoveIt. Komt ook uit Israël. Zelfde groepje jongens bijna. Die doen het voor public transport. Dus waarbij jij als individueel, als passenger, een sensor wordt. Want jij geeft die data af. Tegelijkertijd is er een open source platform van University of Washington called... One Bus Away. One Bus Away heet het. Waarbij de public transport sensors in hun bussen kan zetten. Waarbij als jij op de busstop staat, exact weet over hoeveel tijd de volgende tram of de volgende bus aankomt. Ja. Dus dit is soort het wereld van sensoren die ons leven als individueel gaat enhancen door allerlei analyse erachter te zetten. En dan lees ik altijd overal dat het aantal sensoren en internet-connected devices, geloof ik, elke 3 maanden verdubbeld. Dat zou me niks verwonderen. Ja, dus jullie... Zo niet veel meer. Nee, maar het is afhankelijk soort van dit van is ook wereld. Big, maar dit wordt ook big business. Veel groter. Ja. Veel groter. Ja. En
leuker is om te kijken van, ik bedoel, again, dit is een kant die onze society pusht. Yeah. Ik heb van de jongens van Narrative, vroeger heette ze Memento, Zweeds groep, een heel klein device, dat neemt elke 30 seconden een foto. Memoto. Memoto heette ze, maar helaas Motorola deed zijn rechtszaak aan, want apparently Motorola heeft recht op het woord Moto, dus heet nu Narrative. Hij is nog steeds niet in productie. Ja, ze zijn in productie, de eerste device zijn geshipt. Ik had toen we in Las Vegas een prototype. Ik heb hem nog niet binnen. Ja, jij wel. Jij wel. Oké, verschil moeten zijn, mannen. Verschil moeten zijn. Draait op Amazon. Dus, belangrijker is, dus het ding maakt elke 30 seconden een foto. Het is bijna niet te zien. Wat zijn de privacy implicaties daarvan? Ja. Zo, plotseling. We zagen hem in Austin in maart. Ja. Je zit in de kroeg. Wat zijn de privacy implicaties daarvan? Ja. Dus moet het ding eigenlijk een klein rood lichtje hebben? Ja. De discussie gaat nu ook over het Google Glass. Hè? Google Glass. Jullie hebben Daphne wel rondgelopen met Google Glass. Het is obvious wanneer iemand met zo'n ding rondloopt. Maar het is een beetje embarrassing zelfs, laten we het zo zeggen. Ja, maar de volgende generaties daarvan, ik weet niet of dat Google is of wie dan ook, maar ik bedoel, die dingen worden veel meer in hem toezicht. Ja. Wat zijn de dingen rond regelgeving? Wat zijn de expectations? Wat zijn de verantwoordelijkheden van wie dan ook? Ik wil eventjes een klein aanvullingje doen voor op jou dit puntje. Ik ben bezig met een serie interviews met wetenschappers. Ja. Kun je ook de site terugvinden, heet De Voorste Linie. En jij noemde namelijk een van de voorbeelden in het artikel over DNA sequencing. En daar een van de mensen die ik daar gesproken heb, die zei inderdaad van, het is nog maar 8 jaar geleden dat we met hagel aan het schieten waren op DNA, dus een klein stukje konden analyseren wat volstrekt toevallig was. En nu kunnen we in 10 minuten informatie krijgen dankzij cloud computing, supercomputing, et cetera. De eerste DNA-sequencing heeft ons 3 miljard dollar gekost. Ons, ik denk researcher, ik ben voormalig academicus, dus ik denk nog steeds aan ons dan. We hebben een dataset op AWS, die heet de 1000 Genome Project. Het zijn nu meer dan 1700 genomes, human genomes. Het is een 250 terabyte dataset. Beschikbaar voor iedereen. Ja. Ja, nou, is niet iets wat je zomaar op je eigen, op een diskje even mee naar huis neemt en dan zelf iets gaat doen. Dus veel research instituten maken gebruik van cloud computing. Ja. Maar ze zouden het ook gewoon kunnen downloaden. Het is een publieke dataset. Er zijn vrij veel van dat soort publieke datasets die wij beschikbaar maken voor iedereen. Dat bijvoorbeeld is een Common Crawl dataset met alle websites ter wereld. Vroeger moest je zelf crawlen, nou pik je gewoon die crawl dataset op. En sommige zijn ook voor pay. Dus bijvoorbeeld de Nasdaq heeft een dataset met alle historical market data. Ja. Ja, en dus er komen veel meer van dat soort datasets beschikbaar. Maar om te zeggen wat de versnelling is. Illumina bijvoorbeeld maakt zo'n device. Dat is een device dat in het verleden miljoenen dollar kostte. Ik weet niet precies wat de prijs nou is. Ik zeg $15,000. Ja. Maar aan de achterkant zit gewoon een kabeltje. Dat leidt gewoon direct naar de Amazon Cloud toe. Illumina geeft jij doet sequencing on het device, gaat gelijk de cloud in. Er zijn een hele hoop heavy processing analyse tools die in de cloud draaien, die je gewoon erbij krijgt als je het apparaat koopt. En de analyse vindt er voor je plaats. Ja. Hetzelfde is. De Mars rover draait nog steeds los op Mars. Data vloeit uit de Mars rover directly into de Amazon Cloud, beschikbaar voor iedereen om te gebruiken. Ja. Punt 3. We hebben het samen eerder over gesproken, maar ik wil toch graag het stukje nog even pakken. Okay. Want jij zegt, ieder bedrijf kan mediabedrijf worden dankzij de services die er nu zijn. Je hebt voorbeelden in de sport bijvoorbeeld. Ja, ik denk dat sport waarschijnlijk het allerbelangrijkste is. Een heel goed voorbeeld. Dus, maar je hebt het overal. Concertgebouw, deze dagen, stroomt. Digital live. Concert hall, dat soort dingen. Maar dit is natuurlijk de Berliner. Hè? Dus Berliner, Philharmonica bijvoorbeeld. Ja. Hier in Nederland is het misschien nog wel een beetje schrijnender dan eerst anders. Klassieke muziek blijft vreselijk afhankelijk van subsidies. Ja. Het is heel moeilijk om dat te doen. Dus elke andere financiële stroom die je maar kunt creëren, is heel belangrijk. En de Berliner Philharmonica, denk ik, is een goed voorbeeld daarvan. Die hebben fans over de hele wereld. Ja, en er zijn mensen in Australië die heel graag naar een live concert willen kijken in Berlijn. En dus Digital Concert Hall is een van die dingen waarbij zij
nieuwe monetizations vinden voor bestaande content. En dat doen ze zowel ondermand als... Maar belangrijker is, denk ik, om te kijken van dat... vroeger was een tv-serie dat iets dat duurde een uur. En dan wacht je tot... Was het tot de volgende week? Kapitein Zeppels of whatever. Ja. Hey, dat showt een beetje mijn. Hè? Floris, ja, weet ik veel wat. Catweasel. Catweasel. Allemaal zondagsavonds. dus het geeft een beetje aan hoe oud wij zijn. Ja. maar tegenwoordig is een tv-serie iets. Dat uurtje daar is een enkel moment voor een weeklong engagement. En dat zie je overal verder terugkomen. Hè? Dus een voetbal, als het over voetbal gaat, gaat het niet meer over. Anderhalf uur in het stadion zitten. Het gaat om een weeklong engagement. Ja, hoe krijg ik mijn sportfans dat ze elke dag terugkomen? Ja, wat ik niet helemaal begrijp, waarom heb je daar de cloud voor nodig? Wij kunnen toch ook gewoon streamen en iedereen. Wij zijn toch ook onze eigen media component. Het hangt er vanaf. Ja, op jullie schaal kun je dat doen. Ja. Ja. Ja, maar als je een beetje, als je Liverpool bent of je bent Manchester United. Wat zijn dan de diensten? Manchester United, 250 miljoen fans over de hele wereld. Ja. Ja, maar, dat zeggen, 50 miljoen daarvan zijn bereid om €30 per maand te betalen voor unieke videocontent ervan. Maar moet je zorgen dat je dan streamen via Akamai? Dat is het. Als je inderdaad veel geld wil betalen, dan doe je dat. Maar dat kan ook via jullie? Absoluut. Okay. Ja, dus, het is niet alleen maar het streamen. Hè. Het is de encoding. Jullie weten het goed nog. Het is pre-production, het is post-production, het is demonstratie. Niet alleen dat, maar ik bedoel, er zit rechtenverslotering op. Ja. Je doet pardoing met andere tv-stations. Je doet encoding, decoding. Dit is, wat wij hier doen, is professioneel. Laat ik het zo zeggen. Dank je. Ja? Maar met een bepaalde schaal. Die code kunnen we gebruiken. Maar ik bedoel, het heeft je hebt een bepaald target audience. En het maakt niet uit wat je daar verder mee doet. Als dit een stream zou zijn waar jullie geld mee zouden willen verdienen. Dan zijn er heel veel andere dingen die je daar omheen zouden willen doen. Zeker. Dus zeker als het gaat om white labeling of partnering. En voor dat soort bedrijven. Als het nou Inter Milan is of Barcelona of Manchester United of Liverpool. Met een hele grote fanbase die... Ja. Ook op piekmomenten heel veel vragen. Ook de hele wereld rondraakt. Ja. En inderdaad, dus... En waarbij je dus aan één kant... nieuwe content moet creëren, maar inderdaad voel je een heel proces gewoon daar. Een leuk voorbeeld is denk ik ABC. ABC Disney, een van de grootste netwerken in de US. Die wilden eigenlijk niks mee te maken hebben van hoe dat hele mobiele gebeuren werkte. Ze wilden gewoon een app hebben en ze wilden daar verder niet zoveel aan doen. Dus een partner, Uplink, die doet dat. Die zet één server bij jou op je netwerk neer. Daar stream je dan je live video naartoe. Die upload het in de cloud en die her-encoded voor elk mogelijk device wat er op dit moment echt daadwerkelijk is. Doet lokale ad insertions, respecteert blackout moments en al dat soort dingen allemaal. Ja, dus, dat loopt allemaal via jullie. Natuurlijk. Ja. Maar wat er belangrijker is dat iedereen kan dat. Ja. Ja, vroeger was dat alleen de 3-4 grote netwerken die dat konden. Ja. Ja? En waar het om gaat is dat dit soort dingen onderhand gepackaged worden, zodat sportbedrijven, Ajax en anderen hebben genoeg geld om dit eventueel zelf te kunnen doen. Hè? Maar zie je nou ook, Werner, want jullie kunnen dat op zo'n grote schaal natuurlijk veel goedkoper aanbieden dan de lokale bedrijfjes die daarvan leven. Absoluut, wij merken dat zelf ook bij ons. Wij verdienden ooit geld aan encoding, tot jullie ermee begonnen. En dan daar blijk je niet of nauwelijks tegen te kunnen concurreren. Zie je niet ook een enorme kaalslag? Het is toch het tegenovergestelde juist. Het triggert zoveel innovatie. Kijk nou naar alle grote dingen die we hadden. Kijk nou naar of gaan nou banken of weet ik wat. Neem hotels. Ja? Ja. We kennen allemaal de hotel business. Ja, je bent met wie je heeft zo voor de end user is allemaal wie veel heeft, beter. Wie heeft de hotel business onder ontzet? Airbnb. Ja. Ja? Wie ontzet de taxi-business? Uber. Ja. Ja? Wie ontzet de storage business? Dropbox. Wie ontzet Amazon?
Ik weet niet, over een. Het gaat ook op een gegeven moment gebeuren. Ja, want jullie zullen er ook over denken. Wie is totally. Wie is totally. Zeg maar de disturber? Ik neem Jeff's quote van 60 Minutes van afgelopen zondag. Het gaat gebeuren. Ik hoop dat het gebeurt als ik dood ben. Nou, dat was wel leuk, want we hadden laatst hadden wij hier een schoonmaakbedrijf in. Hè, en die doen met een managementteam. Ja. Elk half jaar gaan ze in de bosjes, in de bossen. In de bossen zitten en dan gaan ze een nightmare competitor bedenken. Ja. Doen jullie ook wel eens dat soort dingen? Absoluut, totally. Ja. Nee, is dat niet alleen. Maar bijvoorbeeld, je moet nadenken, wat wij noemen is the dogs not barking. Ja. Ja, welke? Wat zit er achter je aan die nog geen lawaai maken? Ja. Ja, wat zijn weer dingen die we doen? En dus als je een bedrijf bent zoals wij, die zo compleet consumer-focused is, zo laser-obsessed-focused met klanten, heb je wel eens de neiging om te denken dat competitie niet belangrijk is. Het is het ook. We zijn niet gefocust op de competitie. Dat zijn wel belangrijk natuurlijk. Want er zijn redenen waarom een klant naar iemand anders toe gaat. En dat is iets wat je heel goed moet begrijpen. Ja. Ja, we kunnen nog zo lezen focus zijn op de klant. Als ze niet begrijpen waarom klanten soms iets anders doen. Wat wij dus beter zouden kunnen doen, is dat minstens zo belangrijk. Ja. Hey, ik wil nog even één dingetje hierover zeggen. We veronderstellen dat iedereen weet wat alles over de cloud gaat. Ik wil even één voorbeeldje geven waarom het zo belangrijk is. Uit mijn eigen geschiedenis en die van jou ook. Er was een tijd dat wij werkend bij een omroep. Dat we eigenlijk moesten inkopen op het ene piekje wat er per week was. Ik noem maar wat, als je bij de VARA werkt en Paul de Leeuw zei van we gaan nu even naar internet. Dan had je misschien een half uurtje per week. En moest je de hele week betalen eigenlijk voor die bandbreedte die dat veroorzaakte. Ja. Dankzij cloud services kun je meeschalen. En dus kun je als bedrijf klein beginnen. En als het drukker wordt, kan je meer gaan betalen. Maar belangrijker is dat ieder ander nou ook een tv-station kan beginnen. Hey, jullie ook. Ja? Die kan concurreren op hetzelfde hoogtepunt met ieder ander. Ja, klopt. En het maakt niet uit of je daar 5.000 of 10.000 bezoekers bij hebt. Je kunt het doen. En het is aan jou om de content te genereren. En dan plotseling is de competitie gaat om inhoud, gaat niet meer om toegang tot resources. Ja, waarom kan Airbnb elke nacht 150.000 overnachtingen? Ja. Ja? Ze waren aan het begin van het jaar 4 miljoen overnachtingen. Ze zijn nu 9 miljoen overnachtingen. Ze hebben 1000 servers. 5 mensen die voor een hele infrastructuur zorgen. Ja? In het verleden was die hele infrastructuur, daar had je miljoenen, miljarden dollars voor nodig om die te kunnen draaien. Ja. Dat is over. Zij kunnen concurreren met de grootste hotels ter wereld, omdat hun infrastructuur, daar hoef je niet meer over na te denken. Ja. Het is echt zo leuk. Ik ga op vakantie met Kerstmis en dan zitten we bij een mevrouw die zichzelf Buff noemt. Ze heet eigenlijk Elizabeth in Engeland. En die krijgt al een leuke mailtjes. Wat ze al klaar heeft staan weer als we er komen. Airbnb, geweldig. Nou, we hebben net een mooi huis in Oosting. Nou, ik ook nu ook. Hier zit op de ouderzijdse Voorburg. Ook via Airbnb? Airbnb, 2 weken lang, jongens. Echt perfect. Ja. Eén laatste nog dingetje over die media. Die gaan we één keer naartoe. Ik vraag hem daar namelijk geen reactie op. Maar wel voor die laatste. Maar, want als je er mij laat praten. Je hebt bijvoorbeeld een dienst die heet Make TV. En dat is eigenlijk helemaal een cloud gebaseerde oplossing om televisie te maken. Dus dan heb je niet eens meer je eigen studio nodig. Dus die studio is dan ook, speelt zich ook af op internet. Ga allemaal een keertje kijken. Make TV, prachtige dienst. Kan nog beter worden. Ja, dat is niet. Ik denk dat, voordat ik een kleine nuance aanbreng, niet alleen cloud. Ik bedoel, open source, denk ik, daarnaast is minstens zo goed een trigger geweest. Ik bedoel, waar je in het verleden, ik denk dat in de mediawereld dat heel duidelijk is, de software, zeker voor pre-production in het verleden, in de mediawereld was gigantisch duur. En dat gaf al een barrière op voor iedereen om het te kunnen gebruiken. Tegenwoordig heb je enterprise class video production software. Absoluut. Op een prijsniveau dat iedereen dat kan voor. Ja, maar dat geldt voor bijna alles. Ja, dus plotseling, het zijn twee barrières. Hè. Dus aan één kant toegang tot software, aan de andere kant toegang tot infrastructuur. Ja. En een distributiekanaal, daarnaast monetization mogelijkheden die er vroeger niet waren. En dat hele pakket tegelijkertijd, denk ik, maakt dat een jong bedrijf competitie kan aangaan met een groot bedrijf. En dat is wat we willen. Ja. Want hou jij van je bank?
Ja. Nee, ze hebben zelf allemaal Bitcoin. Nee, of van je kabelbedrijf. Nee, of van je kabelprovider. Van alle grote instituten die we in het verleden om ons heen hadden, waarbij we aannamen dat we dat voor ons rest van ons leven zouden gebruiken, zijn rijp voor disruptie. Waarom? Omdat ze niet klantgericht zijn. En wat ik nou altijd zo mooi van Werner vind, die vertelt prachtige verhalen hoe zij al die kleine startende bedrijven natuurlijk helpen om te beginnen. En intussen zetten ze $83.000 per minuut om. En zijn zij dat is met de retail, hè? Ja, oké. Okay, met alleen ja, met we de doen retail. Ook die boekshop. Alleen met de retail. Dat is de boekshop. Oh, sorry. Niet interessant. Beledig hem niet, man. Jullie zitten meer dan... We weten al hoe we dat moeten doen, ja. Dus, ja. Nee, maar je disturbt natuurlijk ook een complete sector. Je wordt wel heel machtig als dat mega grote Amazon... Ja. Waar straks alles wel doorheen moet lopen. Ja, nou, nee. Dat is dat een gevaar? Nee, dat is niet waar. Dus ik denk dat is maar wie ik denk kan dat, er nog met jullie concurreren dan? Ik denk dat niet zozeer wij het gevaar zijn. Ik denk dat wat de grote disruptie was het internet. Ja, en we just make use of that. En dus de reden waarom Jeff überhaupt dit bedrijf begonnen is, omdat hij keek naar het internet als zijnde een fenomeen. Want hij dacht van, oh, wat kun je dat doen dat je nergens anders kan doen? Ja. En het geeft dus aan dat, dus is het mogelijk om Amazon te disrupten? Absoluut. En het gaat ook gebeuren over tijd. Ik bedoel, historie geeft aan dat elke bedrijven die disruptive te werk gegaan zijn, als ze niet uitkijken, op een gegeven moment zelf. De innovators dilemma, er zijn genoeg boeken over geschreven. We werken heel hard om te voorkomen dat we in diezelfde positie terechtkomen. Maar realistisch gezien mag je verwachten dat dit op den duur gebeurt. Ja. Ik denk dat... Dus de innovatie die er plaatsvindt, die wij voornamelijk drijven, andere mensen dat niet zo goed kunnen doen. Als je dat niet doet. Ja. Ja. En nog niet een plaats in de markt creëert, afschermt voor jezelf. Met service die niet. Kunnen kleine bedrijven, brick-and-mortar bedrijven, daadwerkelijk services bieden die kunnen concurreren met Amazon? Absoluut. Er zijn nog genoeg kleine boekhandels in de wereld die gewoon een hele succesvol business hebben. Omdat ze focussen op wat zij als unieke winkel kunnen doen. Ja. Tegenover een Amazon die toch een meer massa productie is. Ja. We moeten, je laatste punt willen we graag moeten. En we willen dat ook graag even behandelen met je. Want je had 4 punten. We hebben 3 gehad. De vierde was waar je eigenlijk zei de cloud wordt sneller en sneller. En real-time wordt benaderd. Hè. Vroeger werd eigenlijk veel met big data en met data werd geanalyseerd wat er hiervoor was gebeurd. Ja. En nu? Real-time. Je bent niet meer geïnteresseerd in wat er gisteren... Netflix je bent niet meer geïnteresseerd als wat er gisteren gebeurd is. Je weet wat er nu gebeurt. Je noemde Netflix als voorbeeld met real-time recommendations. Real-time recommendations. 75% van alle tv-kijken bij Netflix gebeurt door een recommendations. Yeah. Ja? En je wil niet meer weten van wat kijken mensen gisteren. Een beetje, maar we kijken mensen nu. Ja. Sociaal. Wat kijken mensen in mijn sociale groep op dit moment? Kun je een indruk geven van hoeveel data daar real-time... Nou, nu moet je denken over... Edwin Cockcroft, een van de cloud-architecten bij Netflix, heeft ooit gezegd van dat Netflix... Nee, we zijn helemaal geen video-streaming company. We zijn een data generation company who happened to do... Video streaming. Ja. Weet je wat jullie eigenlijk ook zeggen? Ze hebben geen boeken meer. Ja, 100 biljoen data points per dag. Die zij analyseren, in real-time streamen, om ze maar zeggen, aan de ene kant natuurlijk hun operations te doen, aan de andere kant recommendations te draaien en dashboards hebben voor wat zijn op dit moment de moves reporting, binnen onze. Ja, dat, maar ook bedoel, wat gebeurt er echt op dit moment? Niet van wat gebeurde gisteren. Hetgeen ook aardig is natuurlijk, maar bedoel, je bent niet geïnteresseerd in wat de stockmarket gisteren deed, je bent geïnteresseerd in wat de stockmarket nu doet. Nee, wat hij morgen doet. Nou, weet je, dan huur je nog 1000 cores bij ons en dan kunnen we je dat gewoon morgen laten voorspellen. Ja, even. Nee, dit is trouwens fun. Een van de eerste grote sectoren die gebruik ging maken van ons cloud uit de enterprise-wereld was trouwens de financiële sector. Die financiële rakkers wisten exact wat ze konden doen door geld te besteden voor 3 uur met 5000 cores. Wat voor edge ze zouden hebben in market open door het te doen. Dus zij wisten dat überhaupt. Trouwens. Financiële sector, grote groep van klanten, hebben eerder gehad over beveiliging en dat soort dingen. De Nederlandse Bank heeft toegestaan dat Amazon Web Services gebruikt wordt voor Nederlandse retail banking. Robeco is de eerste die overgaat op een platform, dat heet jongens van Oven. Dus retail banking draait gewoon op Amazon Cloud.
Ja. Hey, vraag je, wat mij triggert, wat jij zegt over, over Netflix. We hadden zeg maar in het idee de wereld van lineair. En dat betekent programma's achter elkaar kijken naar on-demand. Maar eigenlijk doordat real-time wordt on-demand ook weer lineair. Want we weten nu wat een ander aan het kijken is. We gaan weer samen kijken. Het verandert volgens mij. En ik ben geen expert daarin. Hè, dus ik werk niet voor Netflix. En ik heb een beetje een idee van hoe dat soort dingen gebeuren. Er vindt veel meer snacking plaats. Hangt een beetje vanaf van het soort device. Hè? Ik bedoel, als je achter je laptop zit of je hebt het gekoppeld aan je tv, weet ik wat, je Samsung of whatever, een mooi groot smart tv, dan kijk je nog steeds lineair. Je kijkt een hele film. Op je mobiele device, op je phone, veel meer snacking. Ja, het is van, dit zijn mensen op dit moment, oh, ik wil ook even kijken. Ja, of je krijgt die notification van er is net een. Ja. Ajax heeft net gescoord tegen Barcelona. Geloof me, bij die 1-0 werd er een hele hoop ingezet op dat moment. Als je dat in real time op je phone kon krijgen, ja, dan maakt niet uit waar je zit. Snacking wordt. Dus in het verleden werd videocontent nog gezien als zullen we zeggen een lineair gebeuren. Snacking is veel meer belangrijk. Ik mag nog even één vraag van Twitter stellen. Ruben Hogevorst, die zegt straks overal glasvezels. En dan zijn alle computers worden servers. Weg Amazon. Nou, weet je wat? Er zijn een aantal dingen. Security, reliability, schaal. Er zijn een aantal dingen, denk ik, waarbij... Het gaat niet alleen maar om hardware. Als het alleen maar om hardware zou kunnen gaan, zou iedereen anders dat doen. Als het alleen maar om het kopen van een stukje software zou zijn, als jij een open source cloud product kunt aanschaffen, dat dump je op je servers. Als je denkt dat je dan daarmee de reliability en de schaal en de beveiliging kunt geven aan je klanten, dan denk ik dat je een beetje naïef bezig bent. Ja. Ik denk dat de operationele kant van de cloud minstens zo belangrijk, zo niet belangrijker is. Ja, als je kijkt naar de hoeveelheid geld dat we investeren in security, dat blijft forever nummer 1 belangrijk. Het is altijd als jij komt, en dan denk ik altijd als ik naar huis fiets, elke keer denk ik van jeetje, je zal toch eindverantwoordelijk zijn als Werner voor de, de techniek van Amazon. Ja, maar wie nog meer? Nee, maar jij weet ook wat er allemaal afhankelijk is inmiddels. Wat voor processen, wat voor bedrijven. En je zal toch, jullie hebben ook wel eens een storing. Ja. Dus dan moet je zorgen dat je tegelijkertijd, net als met security, de klanten de tools en mechanismes geeft zodat ze zichzelf daartegen kunnen beschermen. Storingen zijn onvergeeflijk. Ja? Ja. En ik zal niet rusten maar tot het onvermijdelijk, in de, ja, 5 acts of God, de laatste one die je zag, die zegt, wat is het, de blikseminslag in een transformator, we gaan op diesel over, doen we vaak genoeg. In de eerste dieselzaal draait een ventilator niet iets te langzaam. Dus langzamerhand loopt de temperatuur op in die kamer. Die diesel schakelt zichzelf uit. Geen probleem. We hebben backup diesels voor dat soort diesels. Geen probleem. Ja. Die diesel die slaat aan. Blijkt dat in het elektrische circuit van een breker, relais, niet op de juiste wijze geconfigureerd is. Ja. Natuurlijk zit er altijd ergens een human error. Ja. Ja. Maar die was je nooit tegengekomen als er niet 5 acts of God ervoor waren gebeurd. Hè. En zo is het dus. Hè. Dus als dat soort fouten gebeuren, dan zijn er meestal is een soort een explosie van fouten erna. Waarom? Omdat je over het algemeen, zeker in software, allerlei paden tegenkomt die je nooit eerder goed behandeld hebt. Wel getest. Maar niet onder die omstandigheden. Maar hè, we geven wat heet availability zones. We geven ze mechanismen zelfs om te backuppen tussen live te werken tussen East Coast en West Coast, tussen Europa en hier. Bijvoorbeeld een groep mensen die daar het eerst heel erg mee begon waren mensen in Japan. Na de hele grote earthquake was het nou onderhand 2,5 jaar geleden, bijna. Zoiets. Begrepen de meeste Japanse bedrijven dat het hebben van één datacenter hun bedrijf wat op risk zetten. Ja. Dus ze begonnen gebruik te maken van onze cloud in de Tokyo region. Konden ze in ieder geval gebruik maken van multiple datacenters met allerlei technologie om hoog availability te zijn. Maar tegelijkertijd de hele business te backuppen of de disaster recovery te doen naar Singapore toe. Dat als er een volgend disaster zou zijn dat de Tokyo region zou treffen. En waarbij wij misschien na een week of na 2 weken op een gegeven moment offline gaan. Hè, dat ze hun business kunnen herstarten out of Singapore. Ja. En dat is een principe wat steeds meer. Ik heb hoorde, een klant van ons is een bedrijf dat heet Druva. Die doet enterprise backup en weet ik veel. Dat doen ze ook in de cloud. Na Hurricane Sandy.
in het noordoosten van de Verenigde Staten. Die jongens hebben een pick-up van business gezien, omdat plotseling al die bedrijven bewust werden van, ho, wacht even. Er zou wel iets kunnen gebeuren in het noordoosten van de Verenigde Staten met een of andere hurricane die gewoon onze datacenters uitzet. Ja. Dan moeten we kunnen herstarten vanuit Los Angeles, vanuit Oregon of van een andere plaats. Ja, we hebben het half uur net niet gered. Nee. En er zit een hele interessante dame te wachten die over onderzoek doet. Ja, sorry, is mijn schuld. Ja, nee, maar die doet trouwens onderzoek. Die doet juist onderzoek, analyse van dingen uit het verleden. Oh. En het heden. Mijn allerlaatste vraag is, we hebben allemaal notifications, we zetten allemaal zoveel mogelijk van uit, maar wanneer krijg jij voor dit soort dingen een notification? Wanneer word jij gebeld? Gepiept. Voor wat? Voor wat we het net over hebben. Als, oh, er komt Johan Schaap langs. Nee, echt. Ja, dankzij Johan Schaap zit Renner hier. Nee, maar echt, dat gebeurt. Optimale notificaties zijn wel een paar keer. Acts of gold. Escalations, absoluut, totally. Ja. Ervoor. Veel ervoor. Ik word op een heel gedetailleerd niveau op de hoogte gehouden van de dingen die er gebeuren. Ja. Bovendien, als er engineers zijn die voor Amazon willen werken. We hebben een ontwikkelcentrum geopend in Rijswijk. Bouwen we ook cloud software, mensen die voor ons willen werken. Werner@amazon.com. Oké, die gaan we doorgeven. Ja. Ontzettend bedankt. Geweldig dat je er weer was. Niet aan Jan-Willem Eshuis. Nee, Jan-Willem Eshuis mag niet bij je komen werken. Nee, maar je mag hem straks pas weg als je dit gaat gedaan. Ja, ontzettend bedankt weer, Werner. Tot de volgende keer. En niet eens over drones gepraat. Nee, drones doen we. neem zo'n drone mee naar Zuid-West de volgende keer. Laten we hem daar vliegen. Dat kunnen we doen. Laten we hem daar gewoon vliegen. Ja. Biertjes halen. En, hey, bedankt voor het kijken. Wij gaan hier, als je live kijkt, gaan we zo direct verder. Als je on-demand kijkt, weet je dat we nog een prachtarchief hebben met dit soort mooie interviews. Tot zo direct. Dag.